leukemie, meest voorkomende kanker bij kinderen? En hoe ziet een gezonde maaltijd eruit? Goedenavond en welkom erbij. Elk uur sterven in de wereld 5 mensen aan kanker. In Suriname staat deze ziekte vanaf 2007 op nummer 2 van belangrijkste doodsoorzaken. Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen kunnen kanker krijgen. Per jaar zijn het ongeveer 10. De meest voorkomende vorm bij kinderen is bloedkanker of leukemie. Je lichaam bestaat uit miljarden verschillende cellen. Ons hart, onze maag, onze lever, al onze organen zijn opgebouwd uit cellen. Cellen zijn de bouwstenen van ons lichaam en elke cel in ons lichaam heeft een eigen taak. Ons lichaam maakt constant nieuwe cellen zodat het kan groeien en om beschadigde of oude cellen te vervangen. De nieuwe cellen ontstaan door celdeling. Ze maken kopieën van zichzelf. Kijk maar naar je lichaam. Je blijft groeien, je haren worden langer en je nagels groeien. Dat doen de cellen in je lichaam. De oude worden afgebroken door ons lichaam en we krijgen er steeds nieuwe bij. Kanker is eigenlijk wanneer cellen van ons lichaam die moeten delen. Als een voorbeeld geven, als ik een schaafwond heb op mijn huid, dan is een deel van mijn huid kapot. Een aantal cellen zijn daar weg en die moeten terugkomen. Nou, dan gaan die cellen delen. En dan groeit mijn huid op een duur daarmee dicht. Maar op een duur moet dat stoppen. Want nadat zeg maar, die oude cellen die kapot zijn, vervangen zijn, moeten die cellen niet blijven delen en vermeerderen en vermeerderen en vermeerderen. Want op een duur is genoeg is genoeg. En hetzelfde geldt ook voor je bloedcellen. Elke cel heeft in zich een bepaalde mechanisme die regelen hoe vaak een cel deelt en dus vermeerdert. En soms gaat er iets mis in dat regelmechanisme, waarbij dus die cel niet meer stopt met delen en maar blijft delen en delen en delen en dan dus meer en meer en meer wordt. En dan heb je eigenlijk, dan is er sprake van kanker. Deze kankercellen blijven ook niet op hun plaats, maar maken een reis door het hele lichaam. Dus in alle lichaamsdelen kan er kanker ontstaan. Er zijn verschillende vormen van kanker. De meest voorkomende bij kinderen is bloedkanker of leukemie. Op verschillende manieren wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor de ziekte kanker. Wetenschappers zijn constant bezig te onderzoeken hoe deze ziekte aan te pakken, want tot nu toe is daar geen medicijn voor. Bij een niet zo ernstige vorm zoals leukemie is kanker wel te behandelen met chemotherapie. Chemotherapie is niets anders dan stofjes, medicijnen, toedienen aan een kind die die kankercellen doodmaken. Als we het hebben ook over chemotherapie, is het niet één medicijn wat een kind krijgt, maar een cocktail. Dus een combinatie van medicijnen die soms samen, soms achter elkaar worden toegediend. Het nadeel wel is van chemotherapie, het maakt niet alleen de kankercellen dood. Het maakt ook gezonde cellen dood. Dus je wordt altijd heel ziek van chemotherapie en daarom is het ook altijd zo zwaar. En daarom vallen haren uit van kinderen die chemotherapie krijgen, omdat je haren die ontstaan ook uit cellen die delen. Als je chemotherapie krijgt, worden alle cellen die heel hard delen, worden het hardst aangepakt. En als de patiënt sterk genoeg is, geneest die van kanker. Eigenlijk willen we helemaal niet ziek worden. Maar dat hebben we niet in de hand. Door gezond te leven kunnen we wel de kans dat we kanker krijgen verkleinen. Dingen als roken, alcohol drinken, dat zijn bekende risicofactoren op bepaalde vormen van kanker. Dus gewoon gezond leven, gevarieerd eten, sporten. Is het grootste deel, de oorzaak is eigenlijk gewoon pech. Zo'n pech willen we nooit hebben. Het beste is dus om zo gezond mogelijk te leven. Wetenschappers hebben berekend dat als je gezond leeft, de kans op kanker wel 50-70% lager is. Dus je kunt het beste maar niet roken, geen alcohol drinken en niet te veel vet eten. Zo kun je in elk geval de kans op kanker een stuk kleiner maken.
brandstoffen, bouwstoffen en beschermende stoffen. Als we iedere dag een goed en gezonde maaltijd hebben, dan krijgen we al deze stoffen naar binnen. Maar hoe ziet het per dag eruit? Dat zie je vandaag in onze rubriek Wie, Wat, Waar. Een gezonde maaltijd is voor mij dat alle belangrijke bouwstoffen, beschermende stoffen en brandstoffen, wat je nodig hebt voor die dag om te kunnen denken, spelen en te bewegen. Een gezonde maaltijd is voor mij rijst, groente en kip, omdat het bouwstoffen, brandstoffen en beschermende stoffen bevat. Een gezonde maaltijd is volgens mij alles wat bouwstoffen, brandstoffen en beschermende stoffen bevat. Om goed te kunnen functioneren is het heel belangrijk om bij elke maaltijd zowel brandstoffen, bouwstoffen als beschermende stoffen naar binnen te krijgen. Aangezien wij een aantal keren per dag eten, is het makkelijk om een vierkleurige maaltijd te bereiden, want dat heeft je lichaam nodig. De maaltijden die ik ken zijn ontbijt, middageten en avondeten. We beginnen met het allerbelangrijkste, het ontbijt. Net als een auto heeft ons lichaam brandstof nodig om goed op gang te komen. En dat gebeurt 's morgens wanneer je wakker wordt. Jouw lichaamsmotor moet gestart worden. Daarvoor heb je energie nodig en dat zit in brandstof. Als je naar school gaat, is het altijd beter als je ontbijt. Omdat meestal als je tijdens de rep, dan kan je tijdens de rep niet goed nadenken. Of je maag begint je pijn te doen en dan wil je meestal een hap van je brood of dan vraag je de juf of je wil gaan drinken. Als ik 's morgens niet eet, dan voel ik me zwakjes in de klas en slaperig. Het ontbijt bestaat meestal uit voedingsmiddelen uit het gele en blauwe vak. Voor je ontbijt kan je dus eten een broodje ei, jam, chocopasta of pindakaas of rijst met kip. Daar drink jij een glas sap of een kopje thee bij. En voor de pauze kan je wat fruit meenemen. Ik eet meestal in de pauze brood, soms met pindakaas of kaas of soms worst. Ik eet in de pauze gewoon brood met sandwich spread. In de pauze eet ik meestal brood met weinig boter en meestal eet ik pindakaas of kaas. Voor jouw middagmaaltijd is het belangrijk dat je de brandstoffen en beschermende stoffen naar binnen krijgt. Dus is het goed om een bordje rijst met groente en vlees of vis te eten, klaargemaakt in wat olie. Tussendoor kies jij voor fruit of yoghurt. Na school is mijn favoriet gerecht, dus wat ik altijd wil eten, rijst met zuurkool, dus met aardappelen. Meestal kozenbaan met vis, appelnaas en gewoon water. Mijn tussendoortje voor het middageten en avondeten is pruimen. Of zijn pruimen. Tussendoortjes eet ik vaak een pakje beschuit. Een enkel keertje chips, snoep of chocolade is niet erg. Zolang het niet elke dag gebeurt, want dat is niet goed voor je lichaam. Ten slotte heb je nog het avondeten. In de avonduren eet ik meestal cornflakes of weer brood. In de avonduren eet ik meestal brood. Ja, voor de meeste kinderen is het een belegbroodje met een kan warme thee, chocomel of melk. Daarna is het lekker naar bed om uit te rusten. En als je goed en voldoende hebt geslapen, dan sta je de volgende dag fris en fruitig op en kan je weer volop aan de slag. In onze volgende aflevering gaan we het hebben over goed eten met weinig geld. Ja, want gezond eten hoeft echt niet duur te zijn. Tot morgen bij een nieuwe uitzending. Doei doei!